iets veel interessants gebeurd, namelijk Mozilla heeft samen met een andere partij een nieuwe video, een manier gevonden om video aan te bieden. Oh? Vertel. Alleen maar met JavaScript. Nee, wat? Dat kan helemaal niet, man. Ja. JavaScript is veel te langzaam. Puur JavaScript. En het is betere compressie, betere kwaliteit. En het is alleen maar JavaScript. En je kan het elk frame heel eenvoudig watermarken. Watermarken. Wordt dat watermerken. Ja. En watermerken, dat zie je nu ook steeds meer in EPUBs. Dat werkt heel erg goed. Dus mensen... Maar dat is dus ons logo over de content staat of zo? Of jouw naam, dat Peet Sneekers op elk frame staat. Ja, precies, ja. Maar dat doe je dan met JavaScript erin? Dat zit er dan echt in. Maar hoe werkt het? Want het laatste dat ik keek op in mijn browser... is hetgeen wat mijn browser vaker traag maakt, is JavaScript. Dus en video en coden en decoden, dat heeft nogal wat kracht Flash nodig. Flash maakt het vooral traag. Maar het heeft ook kracht nodig. Het werkt, zal niet, nog niet overal werken, maar het werkt op alle browsers die WebGL ondersteunen. Ah, oké. Okay. Ja. En, dus je kan er ook games mee op deze manier aanbieden. Maar puur met JavaScript. Dus er is geen enkele plugin nodig of plugin architectuur nodig. Nee. Of... Een proprietary codec, zoals met MP4 het geval is. Ja, H.264. Ja, het is gewoon... Maar er is een codec. Je hebt een manier nodig om video kleiner te maken of... Ja, nou ja, goed, de exacte details weet ik niet, maar het is elk geval... Nee, ik ben heel erg benieuwd, want dat zou inderdaad een hele grote stap kunnen zijn. Absoluut. Ook, al was het maar voor het weer openmaken van video, beter openmaken. Dan kan al die hele DRM-onzin kan lekker weg. Dan kan je het op deze manier aanbieden. Precies. Want waar de meeste mensen bang voor zijn, is dat je dus, of de meeste rechten-eigenaren, die zijn bang dat je een complete aflevering van iets ergens vandaan kan plukken en opnieuw kan distribueren. Ja. Onder een ander model, of misschien dat je er zelf geld mee verdient, of juist helemaal niet. Ja. En streaming kan is daarin een tijd nog. Ja, nee, natuurlijk. Maar dat is de grap. Worden er miljoenen uitgegeven om dat te voorkomen, maar die miljoenen hadden ze ook kunnen uitgeven aan het makkelijker maken om het te kopen. Ja, inderdaad. Weet je wel, als je die miljoenen niet uitgeeft, kun je het product goedkoper maken. Het is zo'n. Ja, het is een strategie die ze hebben gekozen en die lijken ze nog steeds vast te houden. Het is een strategie. En wat ik er vooral zo vervelend van maak, is een strategie die iedereen, die ervan uitgaat dat iedereen schuldig is. We worden behandeld als iedereen mensen. Iedereen is kwaadaardig. Ja. En in plaats van iedereen is tof. Ja, en dat zijn terwijl, we. Over het algemeen is iedereen gewoon tof. Eigenlijk wel, ja. Ja. Wist je dat? De meeste mensen willen gewoon aardig zijn. Ja, of de meeste mensen die willen gewoon mooie dingen zien en die willen daar best wel voor betalen. Ja. Zijn ook mensen die er niet voor kunnen betalen. Zoals vroeger nam ik alle muziek op bandjes, niet alles. Ik kocht wel eens een plaat. Ja. En dan namen mijn vrienden die plaat op bandjes. Ik ook. En ik luisterde heel veel radio. Dat was ook gratis. Ja. Maar ja, dat zagen ze dan weer als reclamemiddel. Ja. Maar goed, die videocodec, dat is echt een super interessant... iets. En wat ik interessant vond ook over die eigenschap van het web, en wat ik net zei, dat het web dat het web is responsive uit